de verklaring volgen. Van harte welkom. Het is een vrij ongebruikelijke dag om als Tweede Kamer plenair te vergaderen. Aanleiding tot deze vergadering is dat afgelopen vrijdag 7 juli 2023 de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen hun ontslag bij de koning hebben ingediend. De koning heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen. Ik heb daarop de minister-president gevraagd naar de Kamer te komen om vandaag een verklaring af te leggen over de huidige situatie. Vervolgens is er een regeling van werkzaamheden waarin de heer Wilders een verzoek gaat doen tot een debat. Vervolgens schorsen we kort om de sprekerslijsten in orde te maken en dan starten we, als daar meerderheid voor is, en gezien de samenstelling vandaag in de Kamer denk ik van wel, dan starten we daarna met het debat. Ik geef nu het woord aan de minister-president om een verklaring af te leggen aan de Tweede Kamer. Mevrouw de voorzitter, inderdaad leg ik graag een korte verklaring af over de politieke situatie waarin we ons bevinden. Afgelopen vrijdag heb ik, zoals bekend, de koning ontslag aangeboden van het kabinet. Die beslissing was unaniem, maar is ons desondanks allemaal zwaar gevallen. En dat geldt zeker ook voor mij persoonlijk. In deze situatie kan het kabinet besluiten verkiezingen uit te schrijven. Het is goed gebruik dat dit gebeurt nadat de Kamer in de gelegenheid is gesteld zich hierover uit te spreken. In het coalitieakkoord is de ambitie verwoord meer grip op migratie te krijgen. Migratie is een groot en belangrijk onderwerp in Nederland. Maar ook een onderwerp waarover de meningen uiteenlopen. Dat zien we in het land, dat zien we in deze Kamer en we zagen het ook in het kabinet. De afgelopen maanden is er, ondanks de verschillende opvattingen, door alle partijen heel hard gewerkt aan voorstellen om die ambitie in het coalitieakkoord te verwezenlijken. Daarbij zijn alle partijen tot het uiterste gegaan. Maar soms is de wil om er samen uit te komen, hoe sterk ook, helaas niet voldoende. Dan blijft er geen andere mogelijkheid over dan de samenwerking te beëindigen. Die conclusie hebben de vier partijen afgelopen vrijdag met pijn in het hart getrokken. Ik zeg met pijn in het hart, want ondanks de soms grote onderlinge verschillen heeft dit kabinet resultaten kunnen boeken. De grote investeringen in het onderwijs, de modernisering van de arbeidsmarkt, het grote klimaatpakket van dit voorjaar, de toekomst van de pensioenen en het koopkrachtpakket van vorig najaar. Het is betreurenswaardig dat we als kabinet niet verder gaan. En zo'n situatie komt nooit op een goed moment, ook nu niet. We staan in Nederland voor grote vraagstukken. Stikstof, de toekomst van landbouw en natuur, maar ook de woningmarkt, het klimaat en de zorg. Het zijn thema's die om oplossingen vragen, niet om uitstel. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is voor Nederland. Dat is ook wat de koning ons nu heeft gevraagd. Uiteraard past het kabinet terughoudendheid als het gaat om nieuw beleid en wetgeving. De Kamer bepaalt welke voorstellen zij nog wil behandelen. Maar er zijn altijd urgente thema's die nu om besluiten vragen. Het kabinet zal dan ook samen met de Kamer proberen ook de komende maanden zo verstandig mogelijk beleid te voeren. Dat geldt in ieder geval voor steun aan Oekraïne in de strijd tegen de Russische agressie. En een verdere aanpak van zowel het toeslagenschandaal als de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Maar uiteraard is dat nu eerst aan de Kamer. Tot slot, voorzitter, wil ik nog iets persoonlijks zeggen. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. Maar ik wilde u dat wel
aan het begin van dit debat vertellen. Dit debat moet gaan over ons land. Dank u wel. Dan wil ik de minister-president bedanken voor zijn verklaring. En ik nodig de heer Wilders uit voor de extra regeling van werkzaamheden. Voorzitter, dank u zeer. De minister-president, demissionair minister-president, zei het al. Het kabinet is gevallen. Voor veel Nederlanders.